Oh, kijk naar de prachtige trouwjurk in deze winkel. Oh, het is best druk. En de vrouw achterin past een jurk, net zoals de mijne destijds. Wat is dat voor boek? Dat is een fotoalbum voor onze bruiloft. Zullen we het samen bekijken? Ja! Vertel ons over jullie bruiloft. Dat ging zo. Michael zou nu langzaam met de bruidsauto moeten komen. Wow, dat is een verrassing. Een koets, net zoals in een sprookje. Wauw, je ziet er prachtig uit, Nicole. Dankjewel, Michael. Jij ook. En wat een geweldige koets. Dit is echt een leuke verrassing. Kom op, stap in. Ik heb nog nooit in zo'n chique koets gereden. Nou, het moet vandaag een heel bijzondere dag worden. Kijk, er zijn al gasten aan het wachten. Oh ja, iedereen is er al. Jeetje, nu begin ik een beetje nerveus te worden. Hallo. Oh, je ziet er mooi uit. Ik zou ook zo'n jurk willen hebben. Ja, als je later trouwt, kun je ook zo'n mooie jurk uitkiezen. Jullie mogen nu naar binnen. Nicole, mijn kind, je ziet er zo mooi uit. Dankjewel, mam. Welkom Michael en Nicole. Ga alsjeblieft zitten. Ik wil jullie vandaag allemaal van harte welkom heten op het bruiloft van Nicole Overbeck en Michael Huizer. De bruid en bruidegom willen graag hun trouwbeloftes doen. Lieve Nicole, ik beloof je trouw in goede en slechte tijden, in gezondheid en ziekte tot de dood ons scheidt. Ik wil je alle dagen van mijn leven liefhebben, respecteren en eren. Lieve Michael, ik neem jou als mijn echtgenoot. Ik zou je liefhebben, respecteren en eren. In gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede, totdat dood ons scheidt. Hierbij verklaar ik jullie tot man en vrouw. U kunt hier nu tekenen. Het is even wennen met de nieuwe achternaam. Jullie moeten zelf de weg vrijmaken. Knip hier een hart. En nu moeten jullie er doorheen. Hallo, hier ben ik. Zo, gedaan. Nu jij, Nicole. Je had wat grotere hart kunnen knippen. Kom op, dat past wel. Hallo. Gefeliciteerd, Michael. Ik wens jullie een mooie toekomst samen. Heel erg bedankt. Dat was mooi. Ik wens jullie het allerbeste. Dankjewel. Neem alsjeblieft plaats. Op de bruid en bruidegom. Op een prachtig feest. Het buffet is open. Het ziet er allemaal zo heerlijk uit. Ik heb nu echt honger. Oh, de bruidstaart is zo heerlijk. Het smaakt echt goed.
Hierna zit ik wel vol. Oh kijk, daar komt onze muzikant. Hoi, hallo. Zo mensen, laat het feest maar beginnen. Maar eerst wens ik de bruid en bruidegom het allerbeste. Wat dachten jullie van de eerste dans? Michael en Nicole? Ik moet dringend naar het toilet. Oh, dat is krap. Hoe kom ik hier binnen met mijn grote jurk? Nou, bij het kopen van deze enorme jurk heb ik er niet aan gedacht hoe ik naar het toilet moet gaan. Oh, de deur zit een beetje vast. Oh, hoe ga ik het nu doen? Oh man, de deur zit vast en ik krijg het niet open. Hallo? Hallo? De muzikant is te grappig. Hij geeft echt alles. Hallo? Kan iemand tegen de deur aanduwen? Oh, wat moet ik nu doen? Moet ik mijn bruiloft op de toilet doorbrengen of zoiets? Waarom hoort niemand mij? Als de muzikant nou eens pauze neemt. En nu iedereen. La 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 la. Hallo, help! Ah! Nicole, mijn hemel! Oh, Nicole! Heb je jezelf pijn gedaan? Nee, alles is goed. Maar vertel mij eens, wat was dat nu? Je had iets kunnen breken. De deur ging niet meer open. Ik riep de hele tijd, maar niemand hoorde mij. Oh jee, geen wonder met een feeststemming zoals hier. Ja, nu is de bruiloft net iets duurder. We zullen waarschijnlijk een nieuwe deur moeten betalen. De kleding zijn allemaal mooi. Zade had destijds zo'n geweldige jurk. Kun je dat nog herinneren? Ik ga nu naar de familie Huizer. De kapper komt daar ook. Ja, is goed. Ik ben ook bijna klaar. Heb je alles? Ja, de trouwjurk zit hierin en mijn handtas ook. Oké, dag. Tot later. Doei. En drink niet te veel koffie, anders moet je tijdens de ceremonie naar het toilet. Ik ben zo blij. Vandaag is het eindelijk de bruiloft. Ja, ik ook. Ik maak voor Sarah nog een hele mooie tekening. Sarah komt. Hallo, Sarah komt. Mama, Sarah is hier. Ja, ik doe de deur open. Hallo, Sarah. Kom binnen. En, vind je het al spannend? Tot zover gaat het nog. De kapper kan op ieder moment komen. Ah, daar is die. Goedemorgen. Hallo, is het mogelijk om gelijk naar de badkamer te gaan? Ja, dat is goed.
Zou ik hierna jullie haartjes ook mooi maken? Oh ja, dat zou leuk zijn. Mooi zo. Zo, laten we eens kijken. Ik ga eerst je haar doorkammen. En ik denk dat we eerst je haar moeten wassen. Ja, oké. Is het niet te warm of te koud? Nee, het is goed. Komt er een sluier in je haar? Jazeker, maar dat doen wij zelf. Het is best wel makkelijk om het in mijn haar te doen. Ah, oké. Goed dan, we gaan je haar van achteren nog opsteken. Wonderbaarlijk, heel mooi. Het ziet er erg mooi uit. Ja, heel mooi, Sara. Jij hebt mooi haar, Lena. Dankjewel. Je krijgt een beetje haarspray in je haar. En nu gaan we het afmaken met een bloemenkrans. Oh, leuk. Het ziet er fantastisch uit. Ik wil ook zo'n ding in mijn haar. Dat kunnen we ook doen. Ik heb het alleen nog in de kleur roze. Ja, roze vind ik leuk. Ja, superleuk. Ja, nu ben ik net zo mooi. Zo, dan zijn we nu klaar. Doei en bedankt. Graag gedaan. Ik wens je een heel mooie dag. Dankjewel. Papa, kijk eens. Dat ziet er mooi uit. Ik ga nu mijn jurk aantrekken. Kan je mij erbij helpen? Ja, natuurlijk. Zo, hier is het. Wauw, het ziet er echt prachtig uit. Nu nog de sluier opdoen. Oh, Sara, het ziet er heel mooi uit. Ja, en de prinses. Net als de prinses. Dankjewel, dat is lief van jullie. Nu gaan wij onszelf ook eens mooi maken. Jullie zien er mooi uit. Papa, is dat jouw oude pak? Ja, hij ziet eruit als nieuw. Ik verheug me erop om in de bruidsauto te rijden. Ja, dat geloof ik graag. De versieringen zijn erg mooi geworden. Oh, daar zitten bloemen op. Ja, dat is mooi. Mag ik ook meerijden? Nee, wij gaan met onze auto erachteraan rijden. Doei! Coole auto. Geen rare dingen doen, Michael. Nee. Oh, mijn hemel. Oef, nu vind ik het spannend worden. Daar komen ze! Sara, daar ben je eindelijk. Je ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Jij ook, lieverd. Waarom heeft oom Overbeck zo'n grappige hoed op? Sst, Lena, dat is een hoge hoed. Maak maar een paar foto's. Mama, ik kan niet zien. Kom, ga maar hiervoor staan. Vandaag vieren we op deze prachtige locatie de bruiloft van Martin Overbeck en Sara Meijer. Al 4 jaar zijn ze samen en ze hebben besloten om de rest van hun leven samen te lopen als een getrouwd stel. Nu vraag ik jou, Martin Overbeck. Wilt u met Sara Meijer trouwen? Ja. En Sara, wilt u met Martin Overbeck trouwen? Ja, ik wil.
Dan verklaar ik jullie tot man en vrouw. Gefeliciteerd, Sarah. Dankjewel. Op jullie. Help! Help! Wat is daar aan de hand? Mijn handtas wordt gestolen. Wat een geluk dat jullie hier allemaal zijn. Je bent onder arrest. Hier is de handtas, mevrouw. Jammer dat we weer terug naar het bureau moeten. Ja, erg jammer. Dat was cool, oom Overbeck. Nou. Vandaag is er echt veel aan de hand. Voor de bruiloft van mevrouw Fischer hebben we hier al naar kleding gekeken. Ja, en ook wat gekocht. Mama, kijk, de roze jurk. Dat ziet er leuk uit. Ah, een trouwjurk. Wat mooi. Oh, en deze jurk is ook mooi. Ja, ik vind de witte hier leuk. En dit zal mij ook goed staan. Maar mama, hebben we toch een jurk voor Lena en mij kopen? Ja, dat is waar. Laten we naar de kinderafdeling gaan. Mama, kijk die mooie schoenen daar. Oh ja, leuk. Ah, hallo Nicole. Kan ik jullie helpen? Ja, Anna en Lena willen graag de jurkjes uit de etalage passen. Ja, gerne. Ah, oké. Deze hier? Ja, ik de roze en Anna de gele. Ik neem deze. Dat is een goede keus. Mijn collega helpt u verder bij de kassa. De paskamer is vrij. Mama, kan je mij met omkleden? Ja, natuurlijk. Kom. En hier heb ik een tolle schoenen voor Lena. Die zal leuk staan bij de jurk. Oh, ik ga ze proberen. En, hoe zien wij eruit? Kijk zelf maar. Oh, ik vind het heel leuk. Ik ook. Nemen we de kleding, mama? Ja, we nemen het. En nu moeten jullie het weer uittrekken. Oh, jammer. Ik ga het zelf betalen. Ja, dat is goed. Kijk Anna, daarachter wordt de make-up van een vrouw gedaan. Het is vast voor haar bruiloft. Je ogen zijn zo prachtig. En nu nog het lippenstift. Ja, dat ziet er prachtig uit. Anna, Lena, we gaan. Ja mama, we komen al. Dag. En, heb je alles, Michael? Ja, ik denk het schon. Ik denk het wel. De camera-accu is volgeladen. Kunnen we nu eindelijk gaan? Ja, ik vind het zo spannend. Wanneer komt de bruidspa eigenlijk? Ja, waarom duurt het zo lang? Ik heb nog nooit zo'n lange auto gezien. Cool. Wow. Oh, mevrouw Fischer ziet er zo mooi uit. En haar make-up zit zo mooi dat ik haar bijna niet meer herken. Hallo mevrouw Fischer. Hallo kinderen. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Lieve bruidspaar, ik zou jullie willen vragen om nu jullie trouwbeloftes te doen. Melanie Fischer, zou u Christian Fox voor altijd willen liefhebben? Ja, ik wil. En nu, meneer Fox, wilt u Melanie Fischer liefhebben en eren in eeuwigheid? Ja, dat wil ik.
Dan nemen Sie jetzt diese Neem deze twee ringen als een teken van jullie trouw. Sta snel op, kinderen. Nu zijn jullie aan de beurt. Heel erg bedankt, kinderen. Dat hebben jullie goed voorbereid. Namens alle ouders en de kinderen van de kleuterklas wens ik jullie het allerbeste en heel veel geluk voor in de toekomst. Heel erg bedankt. Jullie mogen nu allemaal een rondje rijden met onze trouwauto. Waanzinnig! We rijden in een hele andere auto! Wow! Echt heel gaaf! Er zit zelfs een tv achterin! Cool! En daar zijn drankjes! Dat was zo geweldig. Jammer dat de rit al voorbij is. We zijn blij dat jullie het leuk vonden. Dan nemen we nu afscheid. Ik wens jullie nog een hele mooie huwelijksfeest. Dankjewel. Ik vond het geweldig dat jullie er waren. Dat hoort niet bij het programma. Of wel? Weg van de bruidstaart! Oh nee! Wat doen de koeien daar? Er komen nog meer. Ga door. Kom. Oh jee, het spijt me zo. Oh meneer Fox, gefeliciteerd met de bruiloft. Nogmaals sorry, de koeien zijn weggelopen. Ik hoop dat ze geen schade hebben aangericht. Ik breng ze meteen terug. Maak je geen zorgen, we hebben de bruidstaart nog kunnen redden. Ik zei je toch dat er op de bruiloft van de dierenarts veel dieren komen. Bruiloften zijn altijd geweldig. Ben je wel eens op een trouwerij geweest? Wij gaan nu naar huis. Ik wens je een fijne dag verder. Als je deze video leuk vond, geef ons dan een duim omhoog. Of abonneer op ons kanaal. Het is gratis. Dan ontvang je altijd een melding wanneer er weer een nieuwe video van ons is. Tot snel!